Minister Yazilgüz werd deze week verkozen tot grootste schender van privacy en vrijheid van burgers. Dat werd gedaan door organisatie Bits of Freedom. Daarnaast verzakt haar positie in het formatieproces van de VVD. Toen haar eigen senaatsfractie wel voor die spreidingswet stemde. Kortom, ze ligt onder vuur. Daarom vind ik het ook wel dapper dat ze hier is. Mevrouw Yazilgüz, welkom. Ja, dank u wel. Wat een week, hè? Hoe bedoelt u? Nou, ik heb het net eigenlijk allemaal opgenoemd, eigenlijk. Nou, als ik dat al een week moet vinden, nou, dan kan ik ook wel zeggen, ja, wat een jaar of wat een leven. Nee hoor, deze week is gewoon een week met 7 dagen. Helemaal conform. Ik zou pas schrikken als de week ineens 9 dagen had. Wauw, dit is zo, oké. Zo zeg. U werd deze week verkozen tot privacy schender van het jaar. Dat lijkt me een dubieuze eer, zo'n prijs. Ja, u noemt het een prijs. Ik noem het een mooi voorbeeld van dat er in Nederland mensen zijn die zoveel tijd over hebben dat ze zich ook met dit soort kleine festiviteiten kunnen bezighouden. Mm-hmm. Dan denk ik, zit het wel goed met de bestaanszekerheid? En dat is toch mooi dat wij als VVD dat de afgelopen 12 jaar gefixt hebben. Zo, wauw. Nou, ik ga gewoon even door. Uw leiderschap stond deze week ter discussie, want de senaatsfractie in de Eerste Kamer van de VVD is voor de spreidingswet, terwijl u overduidelijk tegen was. Ja, dat is hartstikke mooi. Mooi. Ja, dat is een mooi voorbeeld van dat ieder orgaan zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. En ja, dat is hoe de democratie werkt. Maar het gaat lijnrecht in tegen uw beleid als leider. Ja, ik ben niet zo'n leider die iedereen 's ochtends op gaat bellen om te zeggen wat hij moet doen. Ik heb die nummers ook helemaal niet. Niemand wilde die geven. Maar, hallo, u bent privacy schender van het jaar. Dan kunt u toch wel een paar nummers komen? Ja, toen ik ze wel had, namen ze niet op. En ik ben niet zo'n leider die dan zegt van jullie moeten nu opnemen. Ja, ook omdat ze niet opnemen natuurlijk. Duidelijk, u bent niet zo'n leider. Nee, de VVD zit vol met mensen die heel goed voor zichzelf kunnen denken. Of nou, die eigenlijk alleen maar aan zichzelf denken. Dus dat hoef ik dan niet meer voor ze te doen. Zo, wauw zeg, dit is echt... Ja, u praat overal omheen, u maakt alles luchtig. Eigenlijk doet u hetzelfde als Mark Rutte. Maar ik ben niet Mark Rutte. Nee, want als u het doet, werkt het een stuk minder goed. Maar waarom geeft u dezelfde soort antwoorden? Wij maken gebruik van AI, hè? Kunstmatige intelligentie. Hm. Ja. Wij hebben de ChatGPT. ChatGPT. Ja, dat is onze eigen ChatGPT. Daarin zijn alle antwoorden van de afgelopen jaren van de VVD ingevoerd. En als je mij nu een vraag stelt, dan krijg je gewoon het meest waarschijnlijke antwoord. Ik had wel zo'n vermoeden. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Dat is mijn werk. En mevrouw Yazilgüz, laten we eerlijk zijn. U ligt enorm onder vuur. Ja, en dat heb ik ook al eerder gezegd. Dus ik blijf dit herhalen. We liggen allemaal wel eens onder vuur. Dat is gewoon conform. Kijk, en als ik nu even gewoon een vuurtje aansteek onder mijn stoel. Ja, zo, met een aansteker of zo. Nou, dan zit ik er weer bovenop. En zo werkt de politiek. Mevrouw Yazilgüz, uw stoel staat nu in brand, hè? Ja. En? Nou, dat op dit moment uw stoel in brand vliegt. Ja. Het is allemaal van hout hier. Straks fikt de hele boel af. Nou, laten we niet op de zaak vooruit lopen, hè. Als we nu allebei op een brandende stoel zouden zitten, dan zou ik zeggen van laten we eerst nog even goede gesprekken voeren. We moeten blussen! Nou, mijn taak is nu niet om brandjes te gaan blussen, maar om mijn stinkende best te doen om aan de tafel de punten voor de VVD binnen te halen. Dat zal wel uw stinkende best, maar het gaat aan deze tafel niet. Uw broek vat nu vlam, hè? Ja, nou ja, mijn broek staat wel vaker in brand. Zo sta ik in het leven. Dit gaat niet goed, wij moeten de brandweer bellen. Nou, en zo'n leider ben ik niet. Ik ga niet nu de brandweer bellen om te zeggen wat ze moeten doen. Hè. Ze kunnen heel goed zelf die verantwoordelijkheid nemen om te denken of er iets moet gebeuren. En bovendien? Ja, bovendien, ik heb het nummer niet. 112! Ja, als ik bel, nemen ze niet op. En dat is gewoon... Laat maar, ik stop dit. Dank u wel, veel succes. NPO Radio 2.